eigenlijk heel grappig. Zelf was ik eerst deelnemer van een workshop waar ik een paar keer heen was gegaan. Dat had eigenlijk alleen betrekking tot muziek. Toen ben ik met Faris eigenlijk een beetje in gesprek geraakt. Het is eigenlijk zo, het zijn gewoon 8 masterclasses. En de titel zegt het al, van droom naar doel is doen. Dus je krijgt gewoon tools en praktische tips over dingen van persoonlijke naar zakelijke ontwikkelen. Het is niet alleen dat je er mentaal iets aan hebt, dat je, hoe moet je dat zeggen, dat je mentaal stappen aan het maken bent. Je denkt, oké, ik moet het op deze manier aanpakken. Maar je kan ook, je hebt ook echt daadwerkelijk mensen die met jou gaan aanpakken. Hetgene wat ik eigenlijk wil bereiken is dat ik jongeren heb die dadelijk gewoon een stapje dichter bij hun passie zijn. En een stapje dichter bij in de praktijk komen en zeggen van, joh, door deze masterclass van 8 weken ben ik gewoon ietsje dichter bij mezelf gekomen en dichter bij hetgene wat ik graag wil gaan doen. Ik kwam er eigenlijk heel open-minded in en ik merkte gewoon dat het synchroon loopt met hetgeen waar ik nu in mijn eigen leven ook mee bezig ben. En dat is heel zoekende naar wat ik wil doen, wie ik ben, waarvoor ik hier ben gekomen, wat mijn talenten zijn en dit ontwikkelen, netwerken met mensen die like-minded zijn. En dat heb ik hier zeker wel gevonden. Dus dat is het, hè. Als jij zeg maar niet weet wat jouw missie is of jouw passie, ga dan nadenken waar je nieuwsgierig naar bent. Ik krijg goede reacties, ik krijg ook vanuit de doelgroep goede reacties. De Biep vindt het super tof om te doen als plek. We doen het natuurlijk samen met de Biep. De Biep die faciliteert het eigenlijk. Ik studeer zelf social work, ik breng graag mensen samen. Ik ben een Nederlandse jongen van Marokkaanse komaf die eigenlijk graag bruggen bouwt tussen zijn eigen identiteit en de twee culturen waarin ik leef. Ik vind dat de gemeente dit vaker moet doen of organiseren. We hebben gewoon veel aan en de jeugd is de toekomst, man.